Spirituele organisatie Brahma Kumaris heeft zaterdag een vegetarische kookcursus georganiseerd. Deze cursus vloeit voort uit de grote vraag die er was. De vegetarische kookcursus was niet alleen voor de studenten van de Brahma Kumaris, maar ook toegankelijk voor het publiek. De kookcursus was heel praktisch opgezet. De organisatie heeft de cursisten veel zelf laten doen. Er is onder andere gedemonstreerd hoe men een vegetarische pizza kan maken en wat je ervoor nodig hebt. Naast de vegetarische pizza is er ook gedemonstreerd hoe men een vegetarische pom maakt en wat men in de plaats van kip kan gebruiken. De cursusleider hebben de witte en gerookte touw gebruikt voor de pom. De Brahma Kumaris zal, indien er animo is, in september wederom deze cursus organiseren. De vegetarische kookcursus is op het terrein van de organisatie aan de Cataleastraat gehouden.